Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel oom op een bakwis met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag heb ik Team Deathmatch gameplay voor jullie en ik speel vandaag met de PP90 en mijn Silencer en Extended Max. Maar ik wilde niet te veel over die gameplay gaan praten, want ik heb deze commentary al een paar keer eerder opgenomen. En toen praatte ik alleen over de gameplay, of toen ik mijn onderwerp was ik echt een uur blijven hangen bij het eerste gedeelte. En er zat gewoon geen goede vloeiendheid in, want dan moest ik op het einde moest ik het even afraffelen en dat klonk niet, dat zag er niet uit, maar je ziet het niet, want je luistert natuurlijk naar mij. Maar ja, laten we gelijk beginnen over het onderwerp, want het is een redelijk groot onderwerp. Zoals jullie waarschijnlijk al aan de titel hebben kunnen zien, ik heb er iets ingezet van mijn mening over Black Ops 2. Want ik ga vandaag wat vertellen over de Call of Duty cyclus. Misschien is dat ook wel mijn onderwerp, ik moet nog maar even voorzien. Maar de Call of Duty cyclus is iets wat ik zelf heb genoemd. Waarschijnlijk zijn er ook zat andere mensen die dit al hebben ontdekt, maar ik noem het gewoon even zo. Het is namelijk zo. 2 maanden nadat elke Call of Duty uitkomt, is iedereen ontzettend blij met het spel. Ze denken van, oh my god, het is geweldig het spel aller tijden, wat fijn. Goede producer, Infinity Ward, fantastisch werk heb je geleverd. Of waarschijnlijk als Black Ops 2 net uitkomt. Treyarch, wat heb je een fantastisch werk geleverd. Eindelijk een Call of Duty waarmee ik het hele jaar goed kan volhouden. En waarschijnlijk zitten we dan weer na een paar dagen, of na een paar dagen na die, of ik zeg maar dagen. Ik bedoel, een paar maanden na die 2 maanden zitten we weer van, ja, saai spel toch wel, hè? Het is een beetje eentonig. En dan weer een paar maanden later zitten we van, oh wat een kutspel. En dat is eigenlijk tot het eind van de Call of Duty. En dan komt er een hype over de nieuwe Call of Duty. En dan begin je weer van voren af aan. En dat is alleen maar zo. En telkens weet de producer van de game telkens ervoor te zorgen dat we de game toch weer kopen. Dus ik koop in dit geval natuurlijk Black Ops 2. Ook al weet ik wat er gaat gebeuren. Maar dat is gewoon voor jullie omdat ik commentaries hierover maak. En ik vind Call of Duty wel een leuke, redelijk leuk spel. En de eerste 2 maanden die wil ik natuurlijk niet missen. Want die zijn altijd fantastisch. Dat is echt. Als je ooit een keertje een game wil kopen, doe het dan gelijk achter de release. Want dan is iedereen nog blij. Niemand is nog aan het tryharden. Er zijn wel een paar mensen die voor de KD gaan. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want de meeste mensen die zitten toch zoiets van, ja, weet je, het is een leuk spel. Maar dat is dus de Call of Duty cyclus. En laten we nu overgaan wat ik denk dat Black Ops 2 gaat worden. Want Black Ops 2 wordt volgens de mensen natuurlijk weer een ander spel. Dit spel zal natuurlijk weer wel leuk worden. En natuurlijk geen falende dingen erin hebben zoals saaiheid. Of Black Ops 1 was nogal saai. Modern Warfare 2 was extreem frustrerend. En ik weet dat sommige mensen zullen zeggen, het kan toch niet frustrerender dan Modern Warfare 3. Jongens, als je geen Modern Warfare 2 hebt gespeeld, shut the fuck up, weet je. Je hebt geen idee waar wij doorheen zijn gegaan. Die mensen die wel Modern Warfare 2 hebben gespeeld. Het was gewoon echt episch frustrerend. Dat was onvoorstelbaar. Je kon gewoon echt de controller achter controller na een controller na een controller kon je door het raam smijten. En als je daar gewoon. Je kon daar wel 24/7 een man hebben staan die de controllers voor je opving. Om, om het Call of Duty spelen nog een beetje betaalbaar te maken. En ervoor te zorgen dat je controllers niet kapot gingen. Maar Modern Warfare 2 was dus extreem frustrerend. Black Ops 1 was extreem saai. Het was, op het begin was het natuurlijk wel leuk. Maar ja, weet je, als er niks fout aan is, weet je, waar kan je je dan druk over maken? Waar kan je dan over ergeren? Wat maakt het spel dan leuk? En dan heb je nu Modern Warfare 3 met een paar saaie dingen erin. Wel, je hebt als je gewoon, wat is het? Je speelt af en toe speel je team deathmatch en dan is gewoon team deathmatch na team deathmatch game is telkens hetzelfde. Alleen dan heb je dus af en toe ook nog wel de frustrerende dingen erin. Zoals Deadman's Hand, Final Stand. Iedereen kent ze wel. Wat heb je ook nog? Juice, ook heel irritant als iemand een knife-only class gebruikt met Juice. Dan kunnen ze ook. dan kun je ergens midden in een halletje staan. Draai je even om, draai je weer om en dan staat daar ineens een commando knife. En voelt het dan? Je hebt geen commando in deze game, maar af en toe heb je dat wel, een commando knife in je face. Er zijn zat voorbeelden voor op internet te vinden. Dan moet je maar even een keertje opzoeken. Dat is echt grappig. Als je dan zo'n filmpje opkijkt van largest commando knife in Modern Warfare 3. Dus die is echt vanuit de andere kant van de map komen. en dan, dat is zo grappig. Maar daar wil ik het niet over gaan hebben. Want ik heb nu al wat verteld over Black Ops 1 en Modern Warfare 2. De vorige Call of Duty zat waarschijnlijk, of de Call of Duty's daarvoor moet ik zeggen, om even correct Nederlands aan te houden. Maar de Call of Duty's daarvoor zal het waarschijnlijk ook zo zijn geweest. Maar bij deze Call of Duty's ben ik er zelf bij geweest. En ik ga niet dingen vertellen over Call of Duty's die ik niet weet. Want dat is natuurlijk dikke bullshit. Net zoiets vertellen van, ja, gebruik deze wapen. Of gebruik dit wapen, want dat is een goed wapen. En ook al heb je nog nooit Call of Duty gespeeld. Maar ja, jongens, dat is wel genoeg over dat andere. Want ik moet even snel naar mijn echte onderwerp toe. En tenminste, het afsluitende onderwerp van deze heleboel onderwerpen. Ik denk dat ik het zo het beste kan noemen. Want dat is Black Ops 2. En wat ik denk dat ervan gaat worden, ik heb net al een beetje verteld, ik denk dat er eerst 4 maanden ontzettend veel hype over zal zijn. Ik denk wel dat dit spel
het iets langer zal weten vol te houden, omdat het toch meer heeft geleerd van de vorige Call of Duty's, wel wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Ik denk dat ze snipen wel terug gaan brengen, want daar ging Black Ops 2 echt door het stof heen, want ze kregen ontzettend weinig, ze kregen natuurlijk wel veel gekochte dingen, maar veel mensen vonden het spel niet leuk omdat je niet kon snipen. Ik vond het persoonlijk denk ik zoiets van, ja weet je, snipen, weet je. Het is snipen, als het moeilijk is, dan krijg je ook een veel chiller gevoel als je een kill maakt. En als het makkelijker is, dan is een kill maken met een sniper niet eens zo heel bijzonder. Maar dat is dus even wat ik denk van Black Ops 2. Ik denk leuk spel, eerste 4 maanden, dan wordt het een beetje saai. En wat Modern Warfare 3 heel goed heeft gedaan, is hebben een heleboel supporter nog daar gedaan. Dus stel, je hebt Infected er nog bij gekregen. En ik denk, als dat Black Ops dat overneemt, dan kan het nog best wel een draagbaar spel zijn. Maar ja, jongens, dat valt deze commentary alweer samen. Als je hem leuk vond, geef me een duimpje omhoog. Dat helpt mijn kanaal ontzettend met groeien. En dat geeft me ontzettend veel motivatie. En dat is gewoon leuk als ik thuis kom uit Canada, om lekker veel duimpjes omhoog te zien. En ja, comments achterlaten van een lekkere vakantie gehad, Pieter. En dan check ik jullie weer bij de volgende commentary, gasten. Later.